Dr. Tommy Speel, uroloog in het Medisch Centrum Leeuwarden, heeft gedurende de afgelopen anderhalve maand de eerste serie operaties met de door het MCL aangeschafte Da Vinci operatierobot uitgevoerd. Zowel de artsen als de patiënten zijn tevreden over de behaalde resultaten. Vooral voor complexe urologische operaties bij prostaatkanker, blaaskanker of nieraandoeningen is de Da Vinci robot ideaal. Daarnaast kan het apparaat ook worden ingezet voor gynaecologische ingrepen en ingrepen aan hart, keel, longen en buikoperaties. Donderdag mochten wij het technische wonder van het MCL bewonderen en ik mocht er zelfs even mee opereren. Ja, dit is toch eigenlijk geen kunst meer? Ik kon het net ook. Ja, nou, precies. We hebben deze situatie zo neergezet dat jullie ook even konden kijken, even konden voelen en proeven wat de voordelen zijn van zo'n Da Vinci robot. Het 3D-zicht, de diepte daarmee, ja. De 10 keer vergroot, prachtig beeld, maar ook de polsbeweging. En als je dan zelf erachter gaat zitten, merk je gelijk, nou, dat is best wel goed te doen. Ja, ik weet natuurlijk niet hoe het in de werkelijkheid aanvoelt bij een gewone operatie, maar dit ging allemaal heel soepel. Dus dat is de grote winst. Nou, natuurlijk, de grote winst is het beeld, 3D en de diepte. Maar ook dat je inderdaad alsof je open een operatie aan het doen bent. Je hebt je polsbeweging, dus je doet eigenlijk hetzelfde als wat je open hebt. Eigenlijk heb je nog meer beweging, want je pols kun je ook maar 180 graden draaien. En deze polsbeweging kun je nog verder ronddraaien. Dus je hebt eigenlijk nog meer mogelijkheden dan open. Het is natuurlijk een hartstikke duur ding. Gaan jullie dat alleen gebruiken? Nee. Wij zullen wel waarschijnlijk degene zijn die het meest gaan gebruiken, de urologen. Maar ook de gynaecologen, en die chirurgen, de longchirurgen, de thoraxchirurgen, kaakchirurgen. Dus dat is een heel vele specialismen gaan hem gebruiken. Hoe leer je dat om met zo'n apparaat om te gaan? Veel kijken, veel oefenen, want we hebben ook een simulator. Dus je kunt eigenlijk een soort computerspelletje de hele tijd oefenen met kisten vol mandarijnen. Precies, we zijn naar België gegaan met varkens. Ja, zo ga je heel langzaam heel veel ervaring ermee opdoen. Ook de andere Friese ziekenhuizen die gaan ook gebruik van dit apparaat maken? Nou ja, we hebben inderdaad met de Friese urologen afgesproken om bepaalde ziektebeelden te gaan centreren, zo ook de prostaatkanker. Dus de bedoeling is om in de toekomst de prostaten hier te gaan opereren. En daarvoor wordt ook een van de urologen van de andere ziekenhuizen, dokter Kolenbrander, wordt ook opgeleid om de operaties dan al hier te gaan uitvoeren. Wat gebeurde er tot nu toe? Want het waren, dacht ik, toch niet meer open operaties? Nee, er worden nog weinig open operaties gedaan. In Sneek doet dokter Bartens het nog en die doet ze ook heel goed. Maar verder in de landen zijn er nog wel genoeg klinieken, hoor, maar het wordt steeds minder omdat die robot gewoon eigenlijk de overmacht krijgt. Is dit nou rendabel te maken? Werk je hier sneller door? Nou, in eerste instantie niet natuurlijk, maar uiteindelijk ga je er wel sneller door werken. Maar of je sneller gaat werken dan een open operatie, dat is te betwijfelen. Maar het is gewoon beter? Ja, nou ja, je hebt gewoon meer zicht, je hebt meer mogelijkheden, je hebt meer diepte. En dat is gezien vanuit uw standpunt, maar het standpunt van de patiënt. Ik zit in de doelgroep. Ja, Wat is het voordeel voor de patiënt? Oh, nee, ja, het voordeel is natuurlijk gewoon de oncologische cijfers. Dus dat het kankertechnisch beter is. Functioneel, dus qua impotentie en continentie zie je een verbetering. En dat is het belangrijkste. En ook qua bloedverlies. En na een paar dagen gaan de mannen alweer naar huis. Wat het vroeger toch 5, 6, 7 dagen met een open operatie was. Je bent er blij mee, denk ik. Ja, we zijn er heel erg content mee dat wij de Da Vinci robot nu ook in Leeuwarden hebben. En ermee aan de slag zijn nu een week of 6, 7. Daar zijn we heel erg blij mee.